Dit is De Kletspet, met elke week weer een nieuwe vraag over een actueel onderwerp. Nou, praktisch geen. Want, nee, positieve zin zelfs. Ja. Nou ja, ik ben aan het werk in de zorg. Ik ben doksassistente. Dus mijn werk loopt nog gewoon... Nou ja, niet gewoon. Niet helemaal gewoon, maar het loopt wel door. En ik werk bij de overheid en dat wordt nog gewoon betaald. En we maken minder op omdat we minder uit kan geven. Nou ja, ik heb een horecabedrijf. daar staan we voor. Dus ja, dat was wel even klappen. We zouden open gaan 21 maart. En dan kan je opeens horen een paar dagen van tevoren dat je de deur moet sluiten. Dus dat was wel even een domp. Nou ja, dan kan iedereen bedenken dat dat ook wel invloed is op je portemonnee natuurlijk. Nou, ik heb gauw geld over. Ja, het werkt wel, een beetje. Ja, vind ik wel. Winkels genoeg, maar oké, je kan alleen naar de supermarkt. En een bakje koffie halen bij de mensen hier op het plein. En een ijsje. Nou, niet echt. Niet echt. Ik heb er... niet zoveel last van qua geld. Nou, het heeft wel danig invloed. Het feit dat je meer dingen online bestelt. Het is wel zo dat je gewoon minder uit eten gaat en minder uitjes hebt. Maar ja, het vervangt zich eigenlijk door andere dingen. Dat je meer online dingen gaat zoeken en op een andere manier geld uitgeeft. Niet genoeg. Nee, ja, vooral in Oosterhout, omdat horecagelegenheden zoveel mogelijkheden bieden om toch nog werkzaam te zijn, zeg maar, heeft het niet heel veel invloed. En ja, er zijn ook best wel wat winkels open en online winkelen kan ook nog. Dus. Nou ja, ik kom uit Best en daar is letterlijk alles dicht. Dus ja. De invloed die het op mijn portemonnee heeft, is dat ik echt wel veel geld bespaar. Ik ben een kleine zelfstandige, ZZP'er. En ik heb een gedeelte van mijn omzet haal ik ook uit schoolbezoeken. Maar ja, dat schiet niet op nou natuurlijk. Als die dicht zijn, dus dat voel ik wel. Maar ja, proberen op andere manieren omzet te halen. Ik ben portretjes van mensen gaan tekenen voor 25 euro. Dus ja, dan heb ik er 25 in een week. Dus dan moet ik wel iets doen. Hè. Stilzitten ook wel als ik 80 ben. Dus maakt ook creatief, denk ik. Dus. Nou, deze situatie wel begrijpelijk, denk ik. En het zal nooit meer worden zoals het was. Dus wellicht heeft dat ook wel invloed op ons leven dadelijk. Ja. Maakt wel een beetje verdrietig. En zeker geen fijn gevoel. Als dit het nieuwe normaal wordt, dan... Ik ben toch wel een beetje van de nabijheid. Ja. Lekker knuffelen en zo met mensen. Maar ja. En dat maakt mij wel een beetje, een beetje verdrietig, toch wel. Maar een stukje bewustwording kan geen kwaad, denk ik. Het is misschien een middenweg. Hopelijk. Ja, het nieuwe normaal. Ja, kijk, ik geloof wel dat we inderdaad de regels sowieso strikt moeten hanteren. En hoe lang dat duurt, en ja, dat ligt aan de mens zelf. Dus laten we in ieder geval allemaal niet gek worden, zeg maar, met elkaar. Als ik het mag zeggen, prima. Ja, ik houd, dit moet ook daarna, als alles weer een beetje goed komt, ook nog zo blijven. Ja, zeker het verkeer en alles. De ozonlaag is ook hartstikke gezond, alles. Ook voor de betering voor de natuur, hè. Ik ben ook echt een natuurmens, dus. Nou, ik vond dat hij daar wel gelijk in had. Want ik had van mijn zoon Kasper al gehoord dat het zeer besmettelijk was en dat wij heel erg uit moesten kijken, vooral wij als ouders. Ja. Het nieuwe normaal, dat zullen we denk ik nog even moeten zien hoe dat zich gaat ontwikkelen. Het is denk ik wel prettig dat we nu wat aan het ontstressen zijn, dus minder gehaast leven, meer rekening met elkaar houden. Ja, de anderhalve meter... voor mij niet echt nodig, moet ik zeggen. Ik vind het goede termen, alleen ik vind het jammer dat het niet echt gebeurt. Ik vind dat het te weinig gebeurt. Heel veel mensen houden zich er niet aan, letten niet goed op. En ik zie hier de winkels doen heel erg hun best om het te introduceren. Overal foto's, posters, informatie. Maar ja, heel veel mensen kijken er volgens mij niet eens naar. Die kijken het nieuws niet en die hebben geen idee wat er aan de hand is, denk ik. Ja, ik vind het ook een beetje negatief eigenlijk.
Zo klinkt het alsof het echt permanent vaststaat en dat het echt nog heel lang gaat duren. Terwijl we beter gewoon een positieve kijk op kunnen hebben. Ik snap wel dat hij natuurlijk heel hoog inzet, dat het daarna alleen maar mee kan vallen. Dus als hij nou zegt van alles wordt weer zoals vroeger, dan gaan mensen daar verwachten. Dus ik denk dat het uiteindelijk wel meevalt, maar zo'n man moet ook iets zeggen natuurlijk. Hij doet zijn best en volgens mij doet het wel goed. Vind ik nog moeilijk antwoord op te geven, omdat je geen, ja, je hebt toch geen idee hoe... Nou, ik vind wel dat er worden natuurlijk heel verstrekkende maatregelen genomen. Maar vooralsnog denk ik dat de overheid er wel goed mee omgaat om heel ruimhartig te zijn ook naar de bedrijven toe. Ja, dat is natuurlijk nooit genoeg uiteindelijk. Dus het kan niet blijven voortduren. En het blijven sponsoren kan ook niet blijven voortduren. Dus ja, het zal hier of daar wel gaan knellen, ja. Daar ben ik wel bang voor. Het is heel moeilijk om te voorspellen hoe we hieruit gaan komen. En dat maakt wel heel erg onzeker. En of er genoeg geld blijft om uit die diepe zakken te blijven aanvullen, dat is natuurlijk ook maar de vraag. Dat is een goeie, hè? Mag ik doe even knippen? Ja, weet je, dan doe ik mijn naam, die hoef je niet op te nemen, maar dan doe ik mijn naam wel goed aan, zeg maar, met Babbels. Goede reclame als ik hier mijn mening over uitlaat. Dus doe die maar niet uitzenden. Nou, wij starten vanaf morgen, elke zaterdag, starten we een coffee to go en smoothie to go concept. Dat doen we tijdens de markttijden. Dus de markt die is natuurlijk gewoon elke zaterdag er. Mensen lopen hier voorbij door de Klapeistraat. En die hebben altijd de mogelijkheid om bij ons bij open raam, gesloten deur, coffee to go te halen of een smoothie to go. En ik hoop dat we dan toch elkaar zo even zien en dat we toch eventjes kunnen babbelen met elkaar. Ja, dat ken ik moeilijk, want het is een beetje lastig om het uit te leggen. Zeg maar over alle landen, hè, spreek ik dan. Dat er toch wel misschien een verbetering, dat mensen toch wel eens een beetje na gaan denken. Van de rijken en de armen. En de armoe om je heen. En al die andere dingen om je heen. Misschien komt daar iets verbetering in qua mensen ook onder elkaar. Dat. Ik denk het wel. Want anders zouden er meer doden vallen. Ik denk eigenlijk dat de tijd dat zal moeten leren. Omdat je nu nog niet echt een inzicht hebt wat voor gevolgen het heeft, economisch gezien. Ik denk dat op langere termijn pas duidelijk gaat worden. En dat we dan pas kunnen zeggen van dat het voldoende is voor de economie, voor de horeca, voor iedereen die daar last van heeft. Ja, ik denk dat als het echt de cijfers in besmettingen en de doden gaat beperken, ja dan sowieso. Maar het is gewoon heel erg jammer, omdat je ziet gewoon aan de ondernemers hier in Oosterhout, die gaan er echt aan onderdoor. En dat is gewoon, ja, ik werk zelf ook in de stad en het heeft gewoon een hele negatieve invloed op de werksfeer en het is gewoon niet meer leuk. Maar gelukkig zijn ze hier heel creatief en bedenkt elk bedrijf iets leuks. Dus proberen we het zo wel te overleven, zeg maar. Dus ik heb er wel een positief gevoel bij dat het goed gaat komen. Ja, uiteindelijk komen we er wel weer bovenop. Probeer ook misschien wat minder alles in geld uit te drukken. Dus ja, crisis. Ja, weet je kan allemaal wel gaan angst denken. En oeh, wat straks als dan? Ja, zien we dan wel weer. Hè? Toch? Morgen weer een dag. Misschien is en overmorgen weer een. Ja, ik denk allemaal niet. Ik ben al blij als ik weet wat ik over een uur ga doen. Dus ik ben er allemaal niet mee bezig. Dus ik denk dat het uiteindelijk wel weer goed komt. Proberen positief te blijven. Dan werkt het beste. Mensen niet druk maken, morgen is er weer een dag en daarna weer een en weer een. En volgens mij daarna nog een en weer een en weer een.